Hele goede middag op deze woensdag. Het is 8 september. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. En happy birthday to me! Ja jongens, jullie zien het al. Ik ben jarig. Ik zal jullie straks even de versiering laten zien. Helaas zijn er al wat ballonnen zacht geworden. Ik denk vanwege het weer. Misschien denk je, je hebt van die leuke verjaardagskleding gekocht. Waarom heb je het niet aan? Nou, ik zal het je vertellen. Het is gewoon echt veel te warm. Ik heb het aangehad, maar ik werd compleet niet lekker. Ik raakte helemaal bezweet. Ik kreeg echt een beetje in mijn hoofd. Ging het allemaal niet zo lekker. Dus ik heb het eventjes gelaten voor wat het was. Ik hoop dat ik het zondag wel aan kan, maar het was echt veel te warm. Dus ik heb het gewoon even zo gedaan. Ik heb wel mijn haren in de krul zitten. Ik heb mijn sjaap om. Volgens mij zit hij niet goed. Ik weet wel zeker dat hij niet goed zit. Die gaan we even andersom doen. Zo. Hij zit goed. Nou, ik heb gisteravond de boel dus versierd. En ik heb ondertussen eventjes de handhavers gekeken. En er zat nog wat achteraan, maar dat vergeet ik steeds. Daarna even het roer om. Maar ging, was niet heel bijzonder. En toen heb ik intussen mooi de boel versierd. En ik heb even een drankje genomen op mijn oudejaarsavond. En ik heb de vlog afgemaakt. Wat foto's bewerkt. Ik moet nog even een paar doen. En ik moet ook nog even een nieuwe maken. Die is echt veel te donker. En Virgin weer even gekeken. En daarna deadline was heel spannend. Ik weet niet hoe laat mijn coach morgen komt. Maar mijn vader belde dat hij eventueel morgen mee kon naar de Mediamarkt. Hij moest iets voor mijn opa ophalen. Dus ik zou nog even moeten kijken naar het doosje en de bon dan straks. Want dan kan die camera dus geruild of in ieder geval weggebracht worden. En dan kijken of ze hem moeten repareren. Dan het volgende probleem. De droger. Hij is weer kapot. Ik heb gisteren mijn was in de droger gedaan nadat ik hem gedraaid had. En letterlijk, hij gaf weer die melding aan. Ik werd helemaal gek. Ik dacht niet weer. Dus ik heb gelijk Coolblue weer gebeld. Ik zeg, joh, ik heb weer die melding. Ik zeg, ik word er nou wel een beetje gek van. Ik zeg, de vorige keer heeft het ook vrij lang geduurd. Ik zeg, ik heb zeker een week of 3-4 zonder droger gezeten. Nou, dat was ook absoluut niet de bedoeling. Nou moet dus weer een monteur komen. Die moeten weer contact met mij opnemen. Maar ze moeten ook echt binnen 8 dagen komen. Dus als ze dan niet zijn geweest, moet ik weer Coolblue bellen. Dus ja, het blijft een beetje aan de gang zo. Dat vind ik een beetje vervelend. Dus vind je het leuk wat er op mijn hoofd zit? Ik denk het. Dus ja, dat vond ik een beetje lastig. Maar ik bel er natuurlijk als een stekker van. Maar goed, ik doe er niet zo heel veel aan. Dus dat is een beetje naar, zeg maar. Ik ga wel even schoonmaken, want dat is gewoon een standaard ding. Ik ga jullie daar verder niet bij zetten. Ik zet jullie denk ik gewoon even bij met Bullet Journal of zo. Ik ga sowieso nog even een pakje met jullie uitpakken, want ik heb ook een cadeautje voor mezelf gekocht. Dus dat gaan we zo ook even doen en ik zal jullie even de kaarten laten zien. Nou, ik heb hier een kaart van mijn moeder. Heel leuk, met 30 jaar erop en ballonnen. Deze komt bij mijn oma vandaan. Die moet ik er eventjes opdoen. Er gaat een glittertje komt er vanaf. Een hartje. Maar die heb ik dus gekregen. Ik plak hem gewoon even hier. En die heeft mijn moeder dan geschreven. Hele leuke kaart. Dan heb ik dit hele leuke kaartje van Nathalie. Die heeft ze zelf gemaakt. Heel leuk, heel persoonlijk ook. En ik had van een hele lieve volger uit België had ik deze hele leuke kaart gekregen voor mijn verjaardag. Die had ik gisteren binnen, die heb ik straks opengemaakt. Dus super leuk, heel erg blij mee. Dus dankjewel Yvonne. Ik heb je al een berichtje op Instagram gestuurd, maar ik vind hem heel erg leuk. Ik ga eventjes het pakketje openmaken. Het is een beetje lastig filmen nu, omdat ik dus nu... een beetje met het zit dat ik geen camera heb, alleen de telefoon. Ik heb hier allereerst een siliconen koffertje voor mijn Apple Watch. Ik denk dat hij weer iets beter beschermt dan met het hoesje wat er nu om zit. Ik vind hem wel heel fijn, alleen ik verlies hem nog wel eens en dat is minder fijn. Dus die heb ik allereerst, maar die is gewoon voor zo. Dan heb ik een pakketje van de Douglas. En ik heb hier allereerst een voor mijn muesli gratis producten. Dan moet je ook de bestelwaarde bereiken. Dan heb ik een Biotherm monstertje erin zitten. Nog een gift. Nog een heel klein monstertje van een primertje.
En dan zit hier het pakje in met een kaart erbij. Happy birthday, want ja, die is dan gratis. Dus die had ik erbij gekozen. Hier zit het dan in. Ja, ik zal hem even openmaken. Nou, ik heb dit gekocht voor mezelf. Dit is zijn gezichtskwasten van Morphe. Ik vond die voor mijn ogen heel fijn. Dus ik was ook heel benieuwd naar die voor op mijn gezicht die kwasten. Kijken of ik dit open krijg. Natuurlijk weer niet met één hand. Nou, hier zitten dan deze kwasten in. Dit is een stippling brush. Ook heel fijn voor je foundation. Deze is eigenlijk ook voor je foundation. Dat kan ook prima als primer kwast, vind ik zelf. Deze is ook heel fijn voor highlighter. Ja, deze kan eigenlijk ook voor highlighter, poeder, blush, voor van alles. En deze kan ook prima voor een poeder. Dus die heb ik dan eventjes als extra. Ik merk toch wel, als ik mijn kwasten heb gewassen en ik moet soms... Soms zijn ze nog net niet helemaal droog om er een natte kwast te gebruiken. En dat is niet heel erg handig. Dus dat heb ik mezelf cadeau gekregen. Nu ga ik eerst eventjes wat doen. En dan zal ik eventjes gaan kijken naar het doosje van en de bond van de camera. Mijn eten is aangekomen, dus ik ga nu lekker eten. En ja.
Dan ga ik ondertussen GTS Check kijken, want het is een beetje later aangekomen dan gepland. Het is mijn verjaardagseten. Zo, intussen even een Apple Bandage begonnen. Zo kan ik mooi eventjes mijn verjaardag een beetje in stijl afsluiten. Dat wordt het toch wel bij een drankje, vind ik zelf. Zo, ik heb inmiddels ook al gedoucht en zit nu lekker op de bank Chantal's Beauty Camper te kijken. Ik heb lekker gegeten. Ik heb ondanks alles ook wel een hele leuke verjaardag gehad. Al ja, krijg je niemand, dan voel je toch wat minderjarig. En af en toe voelde ik me wel een beetje alleen, omdat je dan toch helemaal niemand op je verjaardag zelf hebt. Maar ja, goed, dat is gewoon zo bij een doordeweekse dag. Ik heb zondag nog een hele leuke dag in de planning, want zondag komt de familie, dus dat is wel heel erg leuk. Ik ga nu even Chantal's Beauty Camper afkijken, daarna even Steenrijkstraat Arm. Dan ga ik eventjes mijn artikel schrijven, de vlog inplannen en dan nog even Virgin weer verkijken en Hudson en Rex. Morgen dan eventjes de camera wegbrengen en ga ik nog even genieten van mijn avondje als jarige. Ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer, want ik ga nu verder toch niks meer filmen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 9 september. Ik ben klaargemaakt. Ik ben al de deur uit geweest, want ik heb vanochtend de camera al weggebracht. Ik ben even met mijn vader de camera wezen wegbrengen. Hij moest zelf even iets ophalen. Dus toen konden we dat eventjes combineren. Dus die is nu weggebracht. Hij wordt opgestuurd en dan wordt hij nagekeken. Dat duurt zo'n 2 weken. En als het niet binnen de garantie valt wat er mee aan de hand is, krijg ik eerst een berichtje, zodat ik weet wat het zou gaan kosten. Maar ik ga er toch ergens wel een klein beetje vanuit dat het gewoon binnen een garantie valt. Ik had de bon niet, maar het was eigenlijk heel fijn, want die konden ze gewoon opzoeken in het systeem. Dus dat vond ik wel heel netjes. Dus dat was verder het grootste probleem niet. Dus dat is mooi gebeurd. Dat is eventjes gedaan. Toen ik thuis was, nog even hier lekker met de katten geknuffeld. En dat eigenlijk een beetje. Gisteravond even nog Chantal's Beauty Camper afgekeken. Daarna Steenrijkstraat Arm. Dat was een mooie uitzending. Toen heb ik mijn artikel geschreven, de vlog ingepland en even een thumbnailtje gemaakt. Toen even Virgin weer even gekeken en had ik Hudson en Rex. Dus dat was ook een hele mooie, spannende uitzending. Was heel leuk. Dus dat heb ik allemaal mooi weer gedaan. Ik ga echt vanavond met andere dag- en nachtcreme beginnen. Als ik geen make-up op heb, mijn huid ziet er zo uit. Het doet zoveel pijn. Dus ik denk echt dat het daar aan ligt. Dus ik ga vanavond gewoon een nieuwe pakken, want dit kan niet meer. Het lijkt wel schuurpapier zonder make-up. En als ik mijn concealer aanbreng, bijten. Echt vreselijk. Ik ben wel nog heel erg blij hoe die nagels eruit zien. Kijk, er is gewoon nog geen beschadiging. Dus dat is echt wel... Heb ik hier? Ja, ik heb hier een heel klein beschadigingetje wel. Maar eigenlijk zien ze er nog heel netjes uit. Dus dat is wel top met gel lak. Dat wist ik al wel, maar ja, het is altijd wat meer werk. Maar goed, ik weet natuurlijk niet hoe ze eruit zien na het boodschappen doen. Ik ga straks boodschappen doen. Ga ik even naar McDonald's. En, want ik krijg nog een gratis ijsje voor mijn verjaardag. En dat is het eigenlijk ook. Ik moet even wat dingen halen natuurlijk voor het weekend. Want van het weekend vier ik echt mijn verjaardag met de familie. Dus dat, daar moet ik even wat dingen voor halen. Even nakijken zo wat ik eventueel nog heb. Het zal niet heel veel zijn. Dus dat ga ik straks eventjes doen. Dat is het eigenlijk. Verder weinig te vertellen. Ik heb gisteren nog even heerlijk genoten van mijn drankje. En dat was wel lekker. Ik ga het nu eventjes hier even stofzuigen en de bakken doen. Ik heb eigenlijk nog een vaat die gedaan moet worden, want ik heb gisteravond niet meer afgewassen. Daar had ik geen zin meer in, maar dat moet eigenlijk nog wel even gebeuren. Dus ik zal even kijken of dat nog lukt. Maar ik zal eerst maar eventjes hun bakken doen en hier stofzuigen. Dan is dat in ieder geval klaar. Ik denk dat ik jullie gewoon weer zie als ik terug thuis ben. Want ik denk verder niet dat er echt iets is waar ik jullie bij kan zetten. Tenzij ik nog ga afwassen, kan ik jullie erbij zetten. Maar ik weet het nog niet. Ik ga eventjes kijken.
ik ben inmiddels al een hele tijd thuis en ik zit net even de beelden terug te kijken. En ik zie dat hij de afsluiting niet goed gefilmd heeft, dus ik doe het maar eventjes opnieuw. Dat is al best wel wat later. Ik heb heel lekker gegeten. De boodschappen zijn binnen, die laat ik jullie overigens morgen even zien. Want ja, toen ik thuis was, wilde ik ook lekker douchen. Toen was het ook al wat later, dus omdat ik zoiets, nou, ik wil gewoon lekker gaan douchen. Ik ga nu nog even een beetje televisie kijken. Straks even de foto's bewerken en nog eventjes Virgin weer verkijken in code 37 en dat is het ook wel. Dus ja, eigenlijk gewoon even verder een lekker avondje. Maar ja, het is gewoon allemaal even lastig dat, ja, dat ik nu met die telefoon moet filmen. Ik zag al wel dat het dat er met de camera al, dat die al bij een... Ik zal even terugkijken hoor. Ik heb hier de laptop toch staan. Die is aangekomen bij het Centraal Logistiek Servicecentrum van Mediamarkt. Dus nou ja, ik kan het gewoon nu even in de gaten houden wat ermee gebeurt. En dat is wel heel erg fijn. Ik ga jullie ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu eventjes lekker televisie kijken. En dan vertel ik jullie morgen wel eventjes verder hoe en wat. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 10 september. Ik ben klaargemaakt. Het is vandaag eigenlijk een beetje een treurige dag. Want het is 10 jaar geleden dat mijn opa is overleden. En ja, je merkt dan weer hoe snel de tijd ging. Ik was toen 20. Maar ja, weet je, hij is nog zeker niet vergeten. En je hebt nog zoveel herinneringen. Ik had dat gisteren toevallig even toen ik in de supermarkt was. Ik zal het straks even laten zien bij de boodschappen, als ik die aan jullie ga laten zien, waar die herinnering vandaan kwam. Maar ja, ik schreef gisteren een post op Facebook erover en toen heb ik nog wel eventjes een traantje omgelaten. Ik dacht van, oh, ik zag die foto, ik dacht, ach, 10 jaar. Maar ook gewoon, weet je, mijn opa was iemand waar je spelletjes mee kon doen. Ik heb ook wel eens meegedaan. Nathalie heeft de meeste spelletjes gespeeld met opa. En Nathalie had zo'n heel leuk spel, dat was eigenlijk een soort palmboom. En dat was van plastic en er zaten allemaal kleine gaatjes in en daar moest je dan stokjes in steken, gekleurde stokjes. Het waren hele dunne stokjes. Het leken een beetje op rietjes, het waren geen rietjes, maar zoiets. En bovenin die boom zat ook een gat en daar moest je dan aapjes in doen. Dan had je een dobbelsteen en dan moest je met die dobbelsteen gooien. En stel je voor, je gooide het roze rondje. Er stonden dan de kleuren op van die stokjes. Dan moest je een roze stokje uit die boom pakken. Maar je moest eigenlijk zorgen dat je de minste aapjes eruit kreeg. En dan weet ik nog wel eens dat opa het niet altijd snapte. En dat hij dan zei, ja, maar ik heb gewonnen, want ik heb de meeste aapjes. En dat je dan zei, ja opa, maar je moet de minste aapjes hebben. Ja, nee, jullie verzinnen zelf de spelregels, zei hij dan. Ja, dat zijn wel leuke herinneringen. Maar Nathalie was wel echt ook, die nam heel vaak een spelletje mee. En was, ja, opa, zullen we een spelletje doen? Ja hoor, meid. Gaan we wel doen. En dan gingen ze aan de keukentafel zitten spelletje doen. Dat zijn wel de hele leuke dingen. Dus ja, daar staan we toch een beetje bij stil. Ik heb, gisteravond was ik even compleet niet lekker. Ik heb nog overgegeven. Ik weet niet wat er was, maar... Ja, ik denk ook een beetje het warme weer hoor. Dat, ik was al, eigenlijk woensdag was ik al zo oververhit, gisteren ook. Ik wist eigenlijk niet zo goed waar ik de verkoeling moest zoeken. En dan denk je, nou, zo warm was het niet. Nee, het viel op zich ook nog wel mee. Maar ja, dat komt gewoon omdat ik natuurlijk boven woon en het huis wil niet echt koel worden. Dus dat is een beetje, ja, het ding waarvan ik dan, ja, toch een beetje oververhit ben geraakt. Ik zat ook wel heel erg vol, dus nou ja, goed. Het was even niet zo lekker. Gelukkig was het later wel weer beter. Ik heb dan even Chateau Meiland afgekeken en eventjes de meeste Frank Visser. Was ook wel heftig. Foto's bewerkt en daarna heb ik Virgin weer even gekeken. Ik heb nog 2 afleveringen, dan is het voorbij. Ik had gisteren wel even zo'n moment, oh, dit is wel voorspelbaar. Ik zal verder niet spoileren, maar er gebeurde even iets. Nou, het was eigenlijk voordat ik gebeurde. Toen dacht ik, nou, het kan wel eens dit of dit zijn. En dat was dus zo. Ja, als ik het ga vertellen en er zijn nog mensen die het willen kijken, dan weet je het al. Dus dat is een beetje jammer. En code 37, en dat was ook wel weer heel erg mooi. Ik ben begonnen met een nieuwe dagcreme. Ik zal hem jullie even laten zien. Ik gebruikte deze dag- en nachtcreme. Ik loop even naar de douche. Ja, sorry voor het beeld. Ik mis zo mijn camera, maar dat is even niet anders. Ik gebruikte de Originals dag- en nachtcreme. Dit is toevallig even een nachtcreme, maar de dagcreme is hetzelfde. Er zit wel vitamine C in. Het is een natuurlijke glow. Nou, hij is echt niet natuurlijk, want er zit gewoon een hartstikke... Kom maar, muisje. Kom. Er zit gewoon hartstikke
parfum in. En dan kan ik dus niet tegen. Mijn ogen zijn helemaal rood hieronder. Jullie zien het niet. Er zit nu foundation overheen. Maar als ik geen make-up draag, ik zie er niet uit. Ik ben nu begonnen met deze dagcreme. Ja, een tijdje. Die heb ik een paar weken teruggekocht. En ik merkte al gelijk dat die een stuk beter introk. Kom maar. Ik neem even muis mee. Kom uit de douche. Kom. Ja. Hopla. Daar ben ik nu mee begonnen. Ik merkte gelijk dat hij gelijk een stuk zachter was. Hij beet ook nu niet op de plekken. En dat deed die andere dus wel. Gisteravond was ik er compleet klaar mee. Ik begon zo te bijten. Ik dacht, oké, morgen ga ik mijn andere producten pakken. Het is heel zonde van die halve potjes. Maar ik had ook het idee dat die andere meer jelly was. En dit is gewoon echt een crème die lekker intrekt. En gewoon heel natuurlijk ruikt. Dus dat is top. Ik ben wel mijn halve nagellak inmiddels kwijt. Het bleef gewoon niet zo goed zitten. Met boodschappen doen. Die liet gisteravond op een gegeven moment los. Ik heb hier alleen de duim nog. En hier heb ik nog vier vingers. Maar dat is er ook al aardig af. Dus ik ga het er vanavond ook gewoon compleet afhalen. Want ja, dan merk je toch wel. Als je thuis zoekt, is het niet zo heel erg handig. Bij een salon zal het natuurlijk uiteraard professioneler zijn. Ik ga jullie eventjes de boodschappen laten zien. Dan ga ik even stofzuigen. En dan ga ik de vriezer ontdooien. Want dat is even heel hard nodig. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Maar eerst maar even zorgen dat die vriezer ontdooid wordt. En dan kan ik gelijk ook even kijken of er nog dingen zijn die ik niet meer hoef te gebruiken. Dus dat gaan we even doen. Nou, jullie staan. Ik moet zeggen, ik vind het echt verschrikkelijk. De tijger loopt er ook even langs heen. Nu met de telefoon, maar goed, ik kan even niks anders. En ja, ik dacht ook, ik wil het vloggen toch wel doorpakken, want het is zo'n onderdeel van mijn leven. Alleen ja, ik weet niet hoe de kwaliteit nu is met telefoon. Maar goed, ik heb dus boodschappen gedaan. Ik heb ook al heel veel dingen in de vriezer en in de koelkast staan. Ingrediënten voor de taart. Ik had bijvoorbeeld nog twee van die grote schnitzels gehaald bij Lidl. Die had ik ook voor mijn vader meegenomen. Nou, verder gewoon aardappeltjes, rostirondjes, patat, frikandellen. Ik had mini frikandelletjes gekocht voor mijn verjaardag zondag. Dus nou ja, dat soort dingen. Ik heb ook nog cola gehaald. Die laat ik jullie niet zien. Ik heb weer even toiletpapier meegenomen. Ja, ik wil dat gewoon altijd hebben staan, weet je. Je weet nooit wanneer je zonder komt te zitten. Dan heb ik hier een pak chocomel. Die kan gelijk de koelkast in. Ik heb twee flessen met 7-Up. Nou ja, 7-Up. Lemon en lime. Maar het is gewoon van het plusmerk. Dat wilde Nathalie graag drinken. Ik dacht, ja, laat ik maar twee flessen halen. Het is ook niet zo erg. Gaat het niet op. Ik lust het zelf ook. Dus daar had ik twee flessen van. Voor mijn moeder heb ik een pakje wijn meegenomen. Ik had er nog eentje staan, maar die was dus zo plat en die was helemaal gaan lekker. Dus die heb ik gisteren weggegooid. Toen heb ik even een nieuwe gekocht. Dan heb ik hier twee keer een sixpack bier. Ja, die hoort er ook bij op mijn verjaardag. Ik drink het niet, maar ik lust het wel. Dan heb ik hier een mix voor kwarktaart. Die ga ik morgen bakken. Daar ga ik jullie dan ook bij zetten. En daar heb ik dus ook ingrediënten voor gehaald. Wat dan in de koelkast staat is margarine, magere kwark en yoghurt. Of magere kwark en slagroom. Maar goed, dat gaan we morgen doen. Kranten. Ik heb even koffiepads meegenomen. Ik wist niet of ik nog had staan. Dus ik heb hier de mokka. Die drink ik eigenlijk altijd als ik gewone koffie drink. Maar ik heb ook de extra dark en die gebruik ik altijd voor mijn cappuccino als ik opgeklopte melk maak in mijn machine. Dan heb ik een lekker tijger, jij in beeld. Een bus slagroom meegenomen. Nathalie had wel zin in een blikje energy, dus die heb ik ook voor haar meegenomen. Die zal ik even koud zetten. Ik vroeg, wat wil je drinken? Nou, ik wil energy, ik wil thee, ik wil 7-Up. Ik zeg, oké. Nou, en dit is dus de reden waarom ik een beetje dacht aan mijn opa. Want dit is AA energy drink. En dit, vroeger dronk je dat in flesjes. En mijn opa die was dus altijd bij de lokale voetbalclub van het dorp. Daar was hij altijd bij. En dan had hij ook nog best wel wat dingen te doen. Hij kon nog faxen en dat vond je dan heel cool. En dan mochten wij weer eens mee. En dan gingen we eigenlijk meestal energy drank, AA drinken. Maar wij dronken dan die flesjes. Maar ze hebben het nu in blikjes. En je had vier blikjes voor 2 euro. Ik dacht, nou, dat wil ik wel. Dat vind ik wel lekker. En hier zit dan nog een sixpack bier in. Dan heb ik nog nibbitchips gekocht. Ik heb staafjes gekocht. Dit keer. Ik ben ook nog eventjes bij Kruidvat geweest. Daar heb ik maisvingers gekocht. Die zijn voor lente. Lente die mag nog niet zoveel. Dus die mag wel maisvingers. Die moesten ook er komen. Nou, ik heb even medicatie opgehaald. Dan heb ik eventjes bij de Zeeman heb ik herbruikbare rietjes gekocht. Want
Ja, ik hou gewoon niet van rietjes van papier. Deze kun je hergebruiken en je had gekleurde en transparant. Ik dacht, nou, ik ga lekker voor gekleurde natuurlijk. Er zit trouwens ook een schoonmaakdingetje bij, dat is altijd wel handig. Wat hebben we verder nog? Oh ja, ik heb nog even kaarsjes meegenomen. Happy birthday. Ja, weet je, ik ga het nou ook gewoon eventjes goed doen. Dus ik ga ook kaarsjes blazen zondag. Het mag dan wel 30 zijn, maar hey, een keertje mag het wel. En even kijken, ik heb zo'n kammetje meegenomen bij de Zeeman met zo'n punt erin. Want met krullen maken is dat gewoon heel handig. En ik heb er ooit een gehad naar waar die gebleven is. Joost mag het weten. Even kijken hoor. Ook bij het Kruidvat heb ik deze mascara gekocht. Die was nu 6 euro. Die had ik van de week op die punten, die voordeelkaart. Dus die was op alle mascara's. Dus ik was wel benieuwd. Dus dat vond ik wel een koopje. Dat was volgens mij alles. Ja. Dan was ik nog even bij TP. Of Trekpleister. En dan hadden ze deze Rimmel nieuwe mascara. De Ronde Extension mascara in de aanbieding. Die wilde ik heel graag proberen. Dus die heb ik meegenomen. Leuk die kleurtjes. Als die dan heel goedkoop is, wil ik het nog wel een keer proberen. Ik heb een zakje snoep. En hier heb ik een doel mee. Maar dat zien jullie morgen wel. Want ja, ik moet morgen even iets maken voor Natrie. Toen had ik even wat snoepjes nodig. En bij de Trekpleister ging alle Revolution make-up eruit. Want hun gaan plaatsmaken voor een extra essenschap. Hun krijgen nu 2 essenschappen. Vind ik zelf ook helemaal niet erg, want dat miste ik wel. Alles was nu 50% korting, dus ik heb deze Revolution highlighter meegenomen in de kleur Reloaded. En ook nog dit Lustalights Warm Palette. Ik geloof dat deze nog 3 euro was. En ik geloof dat ik voor die highlighter... Ja, hoeveel heb ik voor betaald? Ik zal eens even kijken of ik hier een bon heb liggen. Dat is misschien wel handig. Even kijken hoor. Er ging een keer 3 euro af en een keer 3,75 euro. Deze was 5 euro. Nou, die was dan nu nog 2 euro. En deze was 6 euro. En die was nu nog... 3,22 euro, zoiets. En deze mascara, die is normaal 17 euro. En er ging nu 8,50 euro af. Dus die was nog 11 euro, zoiets. 10 euro, 9 euro. Het heeft in het kaartje gestaan, ik weet het even niet meer. Dus dat waren dit keer eventjes de boodschapjes. Ik ga even opruimen. Dan ga ik eventjes gauw stofzuigen. Dan gaan we eventjes de vriezer ontdooien, want dat is echt wel even nodig. Nou, ik ben klaar hoor. De vriezer is ontdooid. Heerlijk gevoel weer. Het ging eigenlijk best wel snel. Maar het is hier best wel warm in huis. Dus eigenlijk gaat het al vrij snel smelten. Dus even alle laden eruit gehaald. Schoongemaakt. Dingen weggegooid. En toen kon ik hem al bijna vrij snel weer inruimen. Dus dat ging wel lekker.
Inmiddels heb ik Coolblue gebeld vanwege de droger. En die gaan dus weer de melding doorzetten naar het bedrijf. Die moeten weer binnen 48 uur contact met mij opnemen. Dus ik heb ook gezegd, als ik dinsdag niks heb gehoord, hang ik weer aan de telefoon. Ik zeg, ik ben er nu klaar mee. Want dit werkt zo niet. Ik ben wel heerlijk aan het genieten van de geur van de regen die inmiddels mijn huis binnenkomt. Ja, ik heb mijn hand een beetje opengehaald met het schoonmaken van de diepvries en het ontdooien. Maar ja, dat ruikt wel echt heel erg lekker zo, die regen. Ik was er ook wel echt aan toe. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Ja, ik hoop dat het een beetje goed is overgekomen, de beelden. Want ik weet nu niet, ik weet gewoon niet goed wat hij wel en niet oppakt met filmen. Maar ik hoop dat het een beetje goed is gegaan. Straks even eten, douchen. En dan vanavond weer lekker flikken Rotterdam. En ik weet, nee, de alles kunnen. Je hebt ook Holland met Dolder, dat ga ik even opnemen. Ik moet een video in elkaar zetten. Ik moet nog een blogpost schrijven. Dus dat moet ik ook nog doen. Verder heb ik Virgin River en ga ik ook verder met code 37. Dus niet heel veel spannends. Maar in ieder geval fijn. De boodschappen staan ook weer netjes boven. Dan kan ik morgen de boel koud zetten voor zondag. En dan, ja, dan wordt de koelkast ook al vrij snel weer wat leeg. Want er gaan ook de dingen voor de taart eruit. Dus dat is verder de planning. Ik ga nu ook verder niks meer doen. Ik ga even lekker relaxen, want ik ben best wel zat. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. En even genieten van de koelte die het huis nu binnenkomt. Dus ik zou bij deze gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is alweer 11 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb hier lekker de ventilator aanstaan. En ik heb de ramen lekker open en de deur. Zodat het een beetje door kan draaien. Want het is hier echt onwijs warm. Het is hier binnen 25 graden. Dus het moet even een beetje doorwaaien hier. Ik heb gisteravond de nagellak eraf gehaald. Ik heb het losgeweekt. En dit heb ik gedaan door een wattenschijfje kapot te knippen. Want dit was gellak. En gellak krijg je er niet dus gewoon af met een beetje remover en wrijven. Dus ik heb een wattenschijfje kapot geknipt. Die heb ik doordrenkt met een nagellak remover. Die heb ik om de nagel heen gewikkeld. En daar heb ik dan aluminiumfolie omheen gedaan. En een knijpertje. Want ik heb van die speciale knijpers. En dan gaat het gewoon weken. Moet je een poosje laten zitten en dan weekt het los. Dus dan kon ik het er heel makkelijk afhalen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb Flikker Rotterdam gekeken. Tijger! Even Tijger helpen. Tijger zit vast. Laat dat zitten. Maar dat was wel een hele mooie uitzending. Maar ik vond het een beetje een gekkig einde. Het was een beetje een einde waar ik niet heel veel mee kon. Dus daar had ik een beetje mijn vraagtekens bij. Dan kan ik nooit zo goed tegen als een einde heel gek is. Ik wil gewoon duidelijkheid hebben. Maar wie weet wat het de komende tijd nog gaat doen natuurlijk. Als we gewoon verder gaan kijken. Maar ik vond het een beetje gekkig. Daarna de alleskunner. Ik dacht dat dit de laatste zou zijn. Maar het komt volgende week nog. Het was wel een beetje jammer. Want alle mensen die ik wel een beetje leuk vond of kende. Die gingen er allemaal uit. Dus dat was wel jammer. Maar het was wel weer leuk om naar te kijken. De video is in elkaar gezet. Staat inmiddels al online. Ik heb mijn artikel geschreven. En daarna Virgin River gekeken. En code 37. En vanavond heb ik dan de laatste Virgin River. Dus ja, dan moet ik morgen weer wat nieuws opzoeken. Maar dat was verder wel heel erg leuk. Dus dat was verder de avond. Mijn boek is ook alweer bijna uit. Spannend, leuk boek. Dus ja, gaat weer allemaal lekker. Ik ga zo meteen taart maken. Daar ga ik jullie bijzetten. Ik ga eerst even stofzuigen en hier de bakken doen. En dan ga ik een taartje maken. En even alvast wat dingen naar beneden halen en zo. En ik ga even foto's maken. Want dat kan ik morgen niet doen. Dus ik laat je dan ook even zien welke producten ik ga fotograferen. Maar ik neem jullie mee bij het taartbakken. Bakken, je hoeft helemaal niet gebakken te worden. Want het is gewoon opstijven in de koelkast. Dus ik ga nu eerst even de klusjes doen. En dan zet ik jullie er zo meteen bij als ik taart ga maken. De benodigdheden voor de taart. Ik heb hier de margarine. Ik heb hier de kwark. Slagroom. De taartmix. En de bodem. De bedoeling is dat ik eerst boter ga smelten. En dan moet ik daarop de kruimelmix doorroeren. En dan kunnen we dit even gaan maken. Dus ik ga jullie erbij zetten.
wilde nog even een grapje uithalen met Nati. Want toen ik, ze uitnodigde via de app, toen zei ik van, nou ja, dan en dan vier ik mijn verjaardag, wie komt er? Zij zei, ja, ik kom, maar ik wil dan wel een verrassingszakje mee met een stuiterbal. Dus wat heb ik bij de Action gekocht? Deze mega stuiterbal. Dat meisje van Frozen staat erop. Volgens mij zit er nog licht in ook. Laten we eens even kijken. Nou, de stuiterbest. Dus die ga ik even vullen in een zakje. Ik heb ook gewoon echt een Disney zakje. Daar ga ik dus wat van deze snoepjes bij in doen. Dus die ga ik even vullen. Die krijgt ze morgen mee. Ik ben nu opnieuw hoe ze gaat reageren. Zo, kom mooi zo. Dus morgen maar eens even kijken hoe ze gaat reageren. Het is eigenlijk meer een geintje omdat ze dat zei. Ik zal je terugpakken, dus dan krijg je het ook echt mee ook. Ik ga je even de taart laten zien. Die is nog aan het opstijven, maar die ziet er dus zo uit. Maar die moet dus nog even helemaal hard worden, want hij is nog vloeibaar. Maar die kan dus mooi zo blijven staan, dus dat was mooi. Zo, katjes hebben gegeten. Ik heb mijn foto's gemaakt. Ik heb even alle boodschappen van morgen naar beneden gehaald wat ik nodig heb. Dan kan ik dat vanavond allemaal mooi even koud leggen en zo. Dus dat is allemaal eigenlijk wel weer mooi. Ja, ik moet alleen nog even de foto's importeren vanavond. Ik heb nu eventjes ook de batterijen van mijn flitser erop liggen. Want ik moest nu de flitser van mijn camera gebruiken. Omdat dat dus, de batterijen waren leeg. En ik wil proberen ook maandag een video op te nemen met die camera. Want die kan filmen, maar het scherpstellen is altijd nog een beetje een dingetje. Maar goed, daar moet ik even naar kijken. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Ga ik vanavond wel even wat op mijn nagels doen. Vind ik toch wel mooi staan. Ik heb vanavond wat een jaar 2002. Dat vind ik leuk, want daar ga ik nog wel het een en ander van weten, denk ik. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Het is nog niet echt afgekoeld hier in huis. Het is nog steeds, het is 1 graadje gezakt, 24 graden. Dus eigenlijk moet ik even proberen vanavond ook een beetje de ramen open te houden en de deur. Maar het is al zo snel donker, dus dan heb je toch de neiging om het dicht te trekken. Verder ga ik denk ik even Hudson en Rex kijken. Dus ik ga even alvast met de vlog aan de gang met editen. Ja, het is nu allemaal een beetje lastig omdat je er zonder camera zit. En dan heb ik de laatste Virgin weer ver en ga ik verder met code 37. En dat wordt verder ook de avond. Niet heel veel bijzonders. Dus gewoon even lekker wat dingen op de laptop doen. Lekker televisie kijken. Dus op zich wel lekker. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Ik hoop dat het ook een beetje goed is gelukt met het filmen van de taart te maken. Het was allemaal een beetje lastig, maar ik denk dat het wel goed gekomen is. Maar dan ga ik vanavond zien met editen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want morgen vier ik mijn verjaardag. Dus dan neem ik jullie ook weer mee. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 12 september. Ik ben klaargemaakt, want ik vier zometeen mijn verjaardag met mijn familie. Dus wel zo leuk. Ik heb nu wel een nieuwe kleren aan. Die zal ik jullie zo wel even in de spiegel laten zien. Want het is nu dus wel het weer waarin het kan. Dus dat is wel heel fijn. Misschien dat ik nog even een raampje openzet. Zodat het, je bent met een wat een groepje. Dan gaat het toch wel wat waaien. Dus misschien nog wel even lekker. Ik ga zo eerst even goed stofzuigen en wat dingen klaarzetten. En dan ben ik er wel klaar voor. Ik heb gisteravond wat een jaar gekeken. Was heel leuk, 2002. Dus daar heb ik wel van genoten. Daarna even Hudson en Rex teruggekeken. Of die had ik nog op de band staan. Die heb ik even gekeken. En de vlog ben ik mee bezig geweest. Maar het gaat niet zo makkelijk hoor. Nu ik met de telefoon vlog. Ja, die beelden moeten op de laptop geïmporteerd worden. Het duurde soms weer lang. Lukte niet. Het was allemaal een beetje gedoe. Dus het gaat niet zo heel makkelijk. Maar goed, het is even wat het is. Ik hoop dat de camera niet al te lang weg is. Toen had ik de laatste aflevering van Virgin weer ver. Het was wel een hele spannende aflevering. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat verder gaat. Maar goed, het is nog niet bekend wanneer er een eventueel nieuw seizoen opstaat. En even code 37. En dat was ook wel weer mooi. Ik zal jullie even laten zien hoe de kleding eruit ziet als ik het aan heb. En dan ga ik hier eventjes de dingen doen. Want het is nu... Waarom kan ik dat niet zien? 10:50. En om 13:30 komt de visite. Dus dat gaan we even doen. Nou, daar is het dan, de nieuwe kleding. Ja, die blouse zit een beetje gekkig erin. Die moet eigenlijk iets strakker voor het mooie. Hij is een beetje groot voor een S'je. En het rokje zit verder ook prima. Dus, ik vind het wel heel erg goed. Dus, ik ga nu eventjes de dingen doen. En dan ga ik kijken wat ik vandaag kan vloggen voor jullie. We zijn live. En dan ben ik het ook nog niet in één keer. Nee.
2, 3. Nou, mensen. Hey! Dan wens je daar. Ja, dat moet je niet zeggen. Kom maar, zullen we even drank halen met een mesje? Kom maar. Een groot niks. Dan weet je dus. Nee. Ik zal dan niet gaan blazen, Angela. Moet ik dan stoppen met filmen of... Ik vind het even leuk, eigenlijk. Nou, hallo Tom, wil je nog iets zeggen tegen de kijker? Nee. Kijkers, zeg je? Je hebt de hele middag om te filmen. Oké. Hallo mensen. Oké, je aapje. Even reclame maken. Je moet eigenlijk wel anders... Wat bestrijden en een paar borden. Dus daar ben ik ook wel eventjes mee gered. Ja. Ik krijg gewoon borden te geven van brood eten en ja, zijn wel wat bluisteren. Het is ook maar maak naar, want het zijn geen nieuw. Nee. Ja. Oké, okay, ik ben tante. Heel leuk. Je denkt er wel zelf. Ik vind het zo lastig om cadeautje te vinden. Verjaardagskaart. Een kruidvatkaart. Okay. Oh, top. Nog even, echt even. Mooi bond. Oh ja, lekker. Sloffen. Oh, lekkere sloffen. Zouden we niet degene die erop stonden, maar je maat was overal uit. Maar ik dacht, dit lijkt erop. Ja, nee, maar die zijn hartstikke prima. Ja, kindermaten zijn snel uitverkocht natuurlijk. Dat zegt toch altijd. Die maat gaat er altijd het hardste uit. Ja, nou ja. Zo'n maat heb je, Angela? 46, 41. Mag ik kijkers ook even goed zien? Want je ziet het prijskaartje nu. Oh, wel leuk. Ja, hè? Ja. Enig. Mag mijn naaljes wel. Oh, nou, dit is dan het hoofd. Het hoofd? Van het hoofd. Het hoofd heeft een cadeau. Hey, heb je zo'n kleintje? Wat schattig. Ja, je telefoon, hè? Oh, hem! Dat is een spelletje. Rollercoaster Tycoon. Dankjewel. Graag gedaan. Jij gaat poepen. Oh, leuk. Papa en Frank en ik hebben het cadeautje samen gedaan, maar dan heb je een wat groter cadeautje. Hé, hey, zo'n klein cadeautje al hoor. Ja, dat ziet er heel klein uit. Het cadeautje is niet gesloten, maar... Nee. Je snapt wel wat Nathalie bedoelt. Oh, wacht even. Oh, mijn vinger stond er denk ik. Lekker bezig. Heel leuk, bedankt. Kan je ook online? Ja, dat weet ik dus niet of dat kan. Niet. Dan gaan we tegen je. Ja. Oh, dat is wel leuk. Dat kunnen we wel een keer proberen, ja. Ja. Zo staat het wel op als online. Ja, maar dan moet je switch... ja, we zijn wel online. Ja, oh, ja dat ik kan. Heb online. Oh, dan kan je denk ik online. Naast die denk ik waar met dat idee, want er wordt samen. Ja, komt dan. Ik had mijn meisjes ontdekt. Ik had mijn perfecte beeld. Nee. Het schrikt het zijn hoor. Je mag je de beeld. Heb geen tafeltje voor ons in beentjes? Nee. Mam, zit die beentjes hier? Mam, kijk. Het is ook een beetje... Ja, echt hè? Het is een beetje een kont zo draaien. Die van jou. Dankjewel. En die van jou. Oh, lekker. Ik heb nu ingezoomd staan hoor, moeders. Wil je niet... Kijk eens. Ik mag even hoor. Dit is nee, koud. Niet veel. Even uithouden. Okay. Ja, zullen we uitdoen? Ja, doe maar even uit. Nathalie, ik heb nog iets voor je. Voor mij dan. Kijk, ik heb een starterbal. Let's even, kijk. Wow, wat een lichtje. Oh, kijk. Oh, ah, dankjewel. Zo, inmiddels is iedereen weer naar huis toe. Het is nu 4:15. Ik heb nog even mijn dingen op, want dat was even de lol. En Nathalie moest natuurlijk heel erg lachen. En Frank ook zat de hele tijd aan. Hij noemde mij een springhaan, geloof ik, zoiets. Omdat ik van die dingen op mijn hoofd had. Ik zal jullie even laten zien wat ik heb gekregen. En dan ga ik eerst even hier een beetje opruimen. Nou, mijn moeder die had nog twee XXL-schoentjes meegenomen. Ze kunnen lekker de vriezer in. Heerlijk. Ik weet nog niet wanneer ik die wil gaan eten. Dan heb ik van mijn oma een cadeaukaart van het kruidvat gekregen. Heel leuk. Ik heb nieuwe sloffen gekregen. Heel blij mee. Die wilde ik heel graag hebben. En ik heb twee spelletjes gehad voor de Switch. Rollercoaster Tycoon en Mario Kart. Ook heel erg leuk. En die kunnen we dan ook samen spelen. Dat vond Frank ook wel niet heel leuk. Dan kunnen we dus vanuit ons eigen huis samen spelen. Ik heb nog twee kaarten. Er was ook een vriend van Frank meegekomen. Daar heb ik een kaart van gehad. En deze mooie kaart van mijn opa nog.
kaartje. Dat heb ik allemaal gehad. En Nathalie had deze. Die was gisteren in Duitsland geweest. Het lekkere drankje meegenomen. En dat is dus een reden dat je weer eens terug moet naar Duitsland. Want deze is echt super lekker. Het aardbeiensmaak. Dus ja, hartstikke leuk zo. Ik ga hier eventjes wat opruimen. Want de blender staat nog een beetje vol. Mijn moeder had gelukkig al de afwas een beetje gedaan. Dus het kan er mooi even opgeruimd worden. Maar hier staan nog wat blikjes bier en zo. Dus dat ga ik allemaal even opruimen. Ook had ik van mijn moeder nog deze bonbons gehad. En hier zit karamel in. Dat is wel heel lekker. Dus dat is ook nog heel erg leuk. Maar die moesten niet in de koelkast, zei ze. Maar daar ben ik dan heel snel geneigd toe. Omdat het hier best wel warm is in huis. Maar ja, superleuk. Zo, ik heb alles eventjes een beetje opgeruimd hier. Het is nu weer heel erg zonnig. Ik heb wel de hele middag de deur en het raam open gehad. Ik denk, ja, je bent toch met een groepje. We hebben trouwens gewoon netjes 1,5 meter gehad, aangehouden hoor. Ik denk, ja, dan wordt het toch wat warmer in huis. Het is hier nou ook nog 24 graden. Dus ik denk, nou, doe ik even alles open. Lente heeft ook heel erg naar de zin gehad. Die was lekker aan het kruipen. Die heeft bij mij op schoot een banaantje gegeten. We hebben een boekje gelezen. Dus hartstikke leuk allemaal. Dus ja, het was gewoon een hele geslaagde middag zo. Frank zei op een gegeven moment, even ESPN aan. Voetbal. Nou, Ajax is al geweest, want daar heb ik gisteravond ook nog een deel van gezien. Die hadden gewonnen. Ik zeg, nee hoor, we doen nou geen voetbal. Ik zag, maar ik zet radio wel even aan. Ik vond het ook leuk, dan gaat ze dansen. Ze dus heeft radio aangezet, dus ik heb hem nu op 538 nog staan. Die kan straks wel eventjes zacht trouwens, want ja, hij hoeft nu niet echt meer. Maar ze vonden de versiering ook heel leuk. Het is hartstikke leuk. Ik ga zo even lekker douchen. Dan ga ik straks even nog wel wat eten. Niet zo heel veel, want ik heb wel wat hapjes op. Maar niet overdreven veel. Ik had gewoon chips en die mini frikandelletjes gingen er goed doorheen. Dus wat dat betreft ging het allemaal wel heel goed. En was het gewoon heel leuk. Vanavond heb je de postcode loterij miljoenenjacht. Ga ik kijken. Wie van de drie? Ik ga mijn nagels even doen. Want ja, ik had dit gisteravond er even op gedaan. Maar dan vind ik het nu wel leuk een ander kleurtje. Verder moet ik foto's bewerken. Misschien nog even verder met de vlog. Ik moet een nieuwe Netflix serie uitzoeken. Want Virgin River is nu afgelopen. En ik heb vanavond weer deadline. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ja, eventjes lekker douchen. En dan ga ik lekker de bank op. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is vandaag 13 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb lekker weer een trui aan, want het is nou toch wel een stukje afgekoeld. Ik vond het wel lekker. Ik wil zo wel nog even de raam hier openzetten in de hoop dat de warmte toch een beetje naar buiten gaat. Want het is hier binnen nog steeds 23 graden en ja, dat wil nog niet echt minder worden. Ik moet wel zeggen dat mijn huid een stuk rustiger lijkt nu ik gestopt ben met die dag- en nachtcreme. Dus dat is natuurlijk wel top. Nu ik met de nieuwe ben begonnen, zijn de rode plekken al zo'n stuk minder. Echt heel fijn. Ik heb gisteravond miljoenenjacht gekeken. En nou, dat was eigenlijk wel heel, heel bijzonder. Want ze stonden op een gegeven moment tegen elkaar in de finale. Dat die knop komt, zeg maar. Dat ze kunnen drukken voor een uitstapbedrag. En dat vrouwtje wilde eigenlijk net drukken, maar ze was te laat. Uiteindelijk ging die prijs alsnog naar haar toe, want die wordt dus willekeurig gekozen en zij werd dus uitgekozen. Dus ze had al 38.000 euro en toen stond ze ook nog in de finale, dus ze had echt wel een heel groot bedrag gewonnen. Daarna wie van de drie gekeken, dat was ook wel weer leuk. Toen ben ik de foto's gaan bewerken. En ben ik met een nieuwe Netflix-serie begonnen en dat is de Netflix-serie Rita. En ik vind hem best wel humoristisch, nu al. Het is ook Deens, geloof ik. Maar er zit heel veel humor in. Het is echt wel heel erg leuk. Dus ik heb wel weer zin om verder te kijken. Dus dat was wel leuk. Deadline gekeken, dat was echt heel erg spannend waar het eindigde. Dus daar ga ik vanavond lekker mee verder. Ik ga het nu zometeen eerst eventjes hier de boel doen. Stofzuigen en eventjes, ik moet even dweilen, want er heeft wat gelekt. En daarna ga ik even een video opnemen. Moet ik alleen even kijken hoe ik het allemaal voor elkaar ga krijgen. Omdat ik nu de camera niet heb. En daarna nog even bullet journal. En ik moet even de slingers eraf halen. Ik heb wel mijn nagels gedaan. Dat is een nude kleurtje. En die zal ik eens eventjes pakken. Want dat vergeet je nogal snel natuurlijk nu. Waar staat die hier zo? Het is een kleurtje van Max Factor. En die waren allemaal heel erg afgebruist. Dus daar heb ik een aantal van meegenomen. Dat is deze. Die droogt ook in een minuut. Dus dat is dit kleurtje.
En die heeft de naam 203. Even kijken of ik het kan lezen. Nood. Dat is toch belachelijk dat ik het bijna niet kan lezen. Noodit Nood. Zo heet hij. Dus ik vind hem wel leuk. Ik ben benieuwd of dit een beetje lang blijft zitten. Goed, ik ga het nu eventjes wat doen en dan ga ik proberen om een video voor jullie op te nemen. Die zie ik een beetje tegenop vandaag. Ik heb net even de versiering eraf gehaald. Gelijk een stuk kaler in huis. Maar goed, ja. Moet er een keer natuurlijk af. Ik heb nog wel even wat ballonnen laten hangen. Want die waren nog niet leeg. Heb ik zonder onze lek te prikken. Dus als die van de week leeg zijn, kunnen ze ook eraf. Dan ruim ik het van de week eventjes netjes op. Ik heb het nu in een boodschappentas gedaan. En dan ga ik het van de week even netjes opruimen. Ik heb wel 2 beschadigde nagels al snel. Dus die moeten vanavond even opnieuw. Ik heb eventjes die video opgenomen. Ik weet niet hoe de kwaliteit gaat zijn. Of het echt heel goed is gegaan. Dus daar twijfel ik een beetje over. Dus ik ga hem even nakijken. En hoop ik dat het goed is. Maar dat is even een klusje voor vanavond. Ik ga zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen. En koken. Vanavond koken zonder kijken. En Mailand natuurlijk. Het is maandag. Verder moet ik een artikel schrijven. En wil ik even nog wat verder met de vlog. Want dat is nog niet helemaal kloppend. En ik ga vanavond sowieso weer verder met Rita, de Netflix-serie. En verder met Deadline, dus dat wordt ook wel heel spannend. Dus ja, dat is verder de planning. Niet heel veel bijzonders of zo, maar gewoon een lekker avondje. En ik ga eventjes mijn nieuwe spel proberen, Rollercoaster. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Na te vroeg, heb je al gespeeld? Ik zei nee, nog niet. Dus dat ga ik vanavond even lekker doen. Maar goed, in ieder geval is het huis weer redelijk aan kant nu. Dus dat is ook wel lekker. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan nog even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 14 september. Ik ben klaargemaakt. Ik moet alleen zo mijn haar even een staart doen. Waarom heb ik het nu los? Ik heb namelijk toch even de video opnieuw opgenomen, die van gisteren. Ik zat even de beelden terug te kijken. En op zich, het was niet heel slecht. Maar ik was niet tevreden genoeg over de kwaliteit. Dus ik heb eventjes wat in elkaar geknutseld hier. Waardoor ik de video opnieuw kon opnemen dan met de telefoon. Ja, het is gewoon even niet anders. Ik zal jullie zo wel eventjes de stellage laten zien hoe ik hem in elkaar heb gezet. Maar ja, dan komen spullen toch nog weer goed van pas, vond ik zelf. Dus ja, ik ben uiteindelijk toch wel een beetje blij nu. En ik snap dan eigenlijk niet waarom ik dat gisteren niet heb bedacht om het zo te doen. Want ik zat echt in mijn hoofd, oh, hoe kan ik nou die video op gaan nemen? Zodat de kwaliteit beter is. Kan ik boeken gaan stapelen? En toen dacht ik ineens, ik zat mijn make-up te doen en ik zag ineens allemaal dingen staan. En ik denk, nou, dat kan ik gewoon gaan gebruiken. Dus ja, dat zijn dan weer dingen die je dan toch eventjes bedenkt. Gisteravond heb ik Kopen zonder kijken gekeken. Was wel een hele mooie uitzending, vond ik. Huis was ook heel mooi geworden. Ze hadden wel niet heel veel bouwbudget. Er is het laatst, uiteindelijk is het wel weer verhoogd. Maar ja, ik vond het hartstikke mooi geworden. Chantal Meiland gekeken was ook wel weer heel erg leuk. Dus ja, wat dat betreft een goede avond. Ik heb mijn artikel geschreven. Uiteindelijk niet meer verder gegaan met de vlog. Maar gewoon even een beetje lekker op de laptop. Ik
heb even lekker Mario Kart gespeeld met Nathalie. Dat was zo leuk. Ik heb weliswaar echt alles verloren. Maar ik moet nog oefenen. Want het was de eerste keer dat ik het speelde. Maar het was echt heel leuk. Ze vroeg op een gegeven moment, zullen we even een potje Mario Kart doen? Ik zeg, ja, dat is goed. En toen hebben we dat even gedaan. Dat was echt super leuk. Vanavond ga ik even lekker rollercoaster spelen. Maar ja, super blij met al mijn cadeautjes van mijn verjaardag. Echt super leuk. Ik heb lekker verder gegaan met Rita. Het is dan Zweeds-Deens. Ik vind het taaltje zo leuk. Ik zou het echt niet kunnen spreken, maar ik vind het wel heel leuk. Maar het is zo'n leuke serie. Het is echt gewoon een beetje humoristisch. Het gaat over over Rita, die is lerares, maar die heeft overal een beetje lak aan. Ze is eigenlijk met kinderen is ze prima, maar met volwassenen kan ze niet zo heel goed. Echt zo'n zware roker die op de wc zit ze te roken op die school. Ze woont achter haar school. Het is echt superleuk. Mocht je Netflix hebben en ook een beetje van dit soort series houden, ga hem zeker even checken, zou ik zeggen. En daarna ben ik verder gegaan met Deadline. Dat was ook heel erg mooi. Ik heb alleen heel erg last van mijn keel en van mijn oor. Dat staat met elkaar in verband. De eerste in de maand. Dus ja, de verkoudheden komen weer een beetje op gang natuurlijk. Dus ik voel echt mijn keel. Met praten voelt het niet zo fijn in mijn oor. Maar daar heb ik al een paar dagen last van. Ik ga zo even een was aanzetten. Donderdag komen ze weer voor de droger. Dus dat is even afwachten. Ik kan morgen zien hoe laat ze komen. En hopelijk wordt het nu wel goed gedaan. Nathalie zei al, ik denk echt dat het het vlottertje is. Dus ik ga dat ook gewoon aangeven. En ik hoop eigenlijk dat ik iemand anders heb. Want die vorige, dat was niet zo heel erg handig. Maar goed. Ik ga de was aan zetten. Dan ga ik even hier de kattenbakken doen. De gang. En de douche. En ik ga jullie eventjes meenemen. En ik kijk wel even waar ik jullie bij kan zetten. Maar ik ga nu eerst eventjes wat doen. Maar ik ben in ieder geval blij dat de video er weer op staat. Nou, dit was even de stylage hoe ik de video heb opgenomen. Dus ik heb het echt even zo gedaan. Het is echt heel erg klummel. Maar ja, ik ben voor nu wel even tevreden. Want nu heb ik deze kwaliteit van de video's gehad. Ik ben klaar met alles. Ja, ik heb me ook weer omgekleed, want ik had het natuurlijk alweer heel erg warm gekregen. Dus ik heb even een t-shirtje aangedaan. Ik heb even lekker het raam open gehad en de deur. Dus het koelt nu langzaamaan hier wel af. Dus dat is wel lekker. Dus ik denk als ik dit de komende dagen gewoon even volhoud, dat het straks een muur van tijd hier koeler gaat zijn. Dan heb ik misschien ook niet meer continu de ventilator nodig. Of dan moeten er nog weer hoge temperaturen gaan komen. Maar goed, dat weet je toch nooit in dit land. Alles is lekker klaar. De kattenbakken zijn weer gedaan. Het kattengrid ligt weer in de kliko waar die hoort. Ik was alleen even Mickey kwijt en dan raak ik altijd gelijk in paniek. En ik wist eigenlijk ergens wel dat ze boven moest zitten en ik kan roepen en schudden. Ja, er komt geen gehoor op en dan raak ik altijd een beetje in paniek van oh, als ze maar niet naar buiten is gegaan. Maar goed, dat kon helemaal niet, want dan had ik het wel gemerkt. Ze zat gewoon hier binnen, maar het was ook wel even fijn, even goed gedweld. Want ik had dat pak wijn waar ik het over had van de week, die was dus gaan lekken. Dus alles zat in de vloer en ik had het al wel plaatselijk gedweld. Maar nu is alles gewoon lekker, even helemaal gedweld en goed gezogen. Dus alles is lekker klaar, dus dat is wel weer heerlijk. Ik ga het nu nog even lekker relaxen en dan straks douchen en eten. Vanavond begint een nieuw seizoen van 4 handen op 1 buik. Dat heb ik al even opgenomen, want ik ga eerst even de handhavers kijken. En dan kijk ik daarna wel eventjes 4 handen op 1 buik terug. Want ik kan het toch nooit vanaf het begin af aan zien. Omdat ik altijd zit met dat NPO 3 begint eerder met hun programma's dan het GTSD is afgelopen. Dus dat ga ik dan allebei vanavond even kijken. Verder wil ik de vlog afmaken. Ik moet foto's bewerken. Dus dat, ik ga weer verder kijken naar Rita en ik heb nog een deadline. Dus dat wordt verder ook de avond niet heel spectaculair of zo, maar gewoon prima. Ik had nog een hele leuke herinnering aan Lente, want Lente heeft gezellig met de magneetjes gespeeld hier zondag. Dus kijk, die ziet er helemaal verdwijnt. Dus dat vind ik dan zo schattig, daar heeft zij meegedraaid. Vond ik wel grappig dat ze dat aan het doen was. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten.
denk dat die al best wel weer lang is geworden. Maar ja, er was ook natuurlijk een hoop wat ik wilde filmen met mijn verjaardag en zo. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje bij mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat ook een belletje. Als je die aanklikt, krijg je de melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe even een duimpje omhoog. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!